Ik ben hier neergezet om concurrentie te bieden aan Rob. Aangezien de vorige keer schijnt dat het niet helemaal eerlijk was door Koen die niks wist. Weet je wat ik niet snap? Ik word hier uitgenodigd, Raoul. Ik heb niet eens een opkomstnummer of zo. Ik ben inmiddels gewoon vast gezicht van de show. Ben je een opkomstnummer? Ja, ik ben vast gezicht van de show. Dan verdien je toch wel een opkomstnummer. Nou, ja, we hebben allebei één gewist geworden. Zou ik na de vorige aflevering vragen of jullie iets te drinken willen? Maar aangezien jullie allebei al iets voor jezelf hebben gepakt en niks aan mij hebben gevraagd. Bro, hij heeft een zwart shirt onder een blauw jasje. Dat kan echt niet. Mensen maakten mij de vorige keer belachelijk om het shirt onder mijn jasje. Ik was één van die mensen. Wat had je er onderaan dan? Dus het gaat steeds gekker worden. Van Mona Lisa shirt. Die had je ook op tv aan trouwens. Die heb je altijd aan hoor. Ja, maar ik wist die Klaas van de programma. Die komt van de EO. Die is heel erg gelovig. Dus ik denk als ik nou mijn Maria zie. Oh, Maria? Het is niet eens Mona Lisa, het is Maria. Mannen, wat fijn dat jullie weer zijn bij de grote algemene kennisquiz. Of tenminste, Rob, jij bent er weer. Ja, uiteraard. Je hebt een nieuwe uitdager. Ja, vorige keer was ik de underdog, nu ben ik natuurlijk toch. Hoezo? Van. Laat ik dit doen, laat ik de druk wegleggen. Ik kan dit toch ook helemaal niet? Nee, hoezo? Vorige keer was ik de underdog, nu ben ik juist de underdog. Nu juist niet, nu ben ik toch Rob. Door de praatjes van Koen is Rob. Dus nu ben ik, jij bent nu de underdog. Ben je zenuwachtig, Rob? Ja, nu wel, want nu heb ik iets te verliezen. Maar ja, waarschijnlijk kan jij allemaal domme vragen stellen. Nee, nee. Ik heb geen idee. Hoe doen zoveel mogelijk? Matty, dankjewel dat je wilde komen. Is de opzet hetzelfde? De opzet is hetzelfde. Okay, het is nog steeds zo. Ik bepaal de regels. Veel mensen waren het er niet mee eens, maar ja, dat boeit natuurlijk helemaal geen tyfus. Ja. Je luistert gewoon naar papa. Je mag verhogen en inzetten. Ja. Het wordt een soort bidding war. Dat vind ik raar. Ik als koning van de show wil jullie even zeggen, doe even een duimpje omhoog, vergeet je niet te abonneren. Je zit maar half in beeld. Ja. Oké. Okay. Dat was net niet het geval. Nee, want hij heeft daar met zijn vieze klauwen aangezeten. Met zijn worstenvingers. Maar inderdaad, wat Rob zei, blauw duimpje, dankjewel. Abonneren, dankjewel. Comments achterlaten voor tegen wie de winnaar moet. Oeh. Oh, is een knock-out of zo? Het is de slimste mens. Slimste YouTuber-achtig iets. Maar mag ik dan ook in de finale week terugkomen? Als je het langst volhoudt, mag jij weer dan de uitdager zijn. Ik had van een aantal YouTubers al ontvangen dat ze ook mee wilden doen. Bas, wie weet, als jij veel wordt achtergelaten in de comments, dan kan dat. Gaan we meekijken. Als je dit denkt, Bas, is het niet leuk. Wat? Ik ga niks zeggen. Wat zit je nou te doen tegen je volgende tegenstander? Het idee is, ik noem een onderwerp. Jullie moeten ons de beurt een getal noemen. En dan mag je zeggen dat de andere een leugenaar is. Ik heb er 5 voorbereid. We doen er 4. En op het moment dat er dan geen... Dat ze er erg aan oneven, dat is toch juist goed? Want dan heb je een winnaar. Ja, maar je moet om een... Dat is niet eerlijk, zeg maar. Want jij gaat het getal en ik moet hoger lager zeggen. Oh. Dus dan ben je het voordeel. Ja. Oké. Je hoeft dus niet gelijk het getal te verhogen. Ja. Je mag ook nadenken en bluffen. En ja, goed. Mannen, vorige keer gaf Koen zich op om te beginnen. Moet ik beginnen? Jullie mogen mag kiezen. Mag ik dan bieden, als eerst? Jij mag dan als eerst. Oké, dat vind ik leuk. Ja, dan mag Rob daarna hoger blazen zeggen. Ik niet meer. Ja, als jij wil veel mensen zeiden dat ik het van Liverpool had gestolen. Had ik ook gestolen, maar blijkbaar zat het ook in Ik hou van Holland. Dus Linda Mol, ik wist dankjewel. Het. Is van ik ken Liverpool. Het van Sky Sport. Of is dat Sky Sport? Zoiets, ja, die had het gedaan. Die doen bij alle clubs. Het eerste onderwerp, dit is geen pittige. Ik denk dat jullie er allebei heel veel van af weten. Dat zijn bankzitter video's. En dan geen series. Dus als je bijvoorbeeld een serie noemt met meerdere afleveringen, telt dat als één ding. Maar we hebben toch maar 2 series of 3 series dan? 20. 20 verschillende banken. Oh, 30 seconden. 30 seconden, ja. Oké, nee. Succes. Ja, je mag niet onderbieden, je mag alleen maar omhoog. Ik was vergeten dat 30 seconden was. Ik dacht... Mat, jouw tijd gaat in. Ben je nog bang zitten als 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vorige keer leidde je Koen heel erg af. Dat vond ik leuk. Bullshit, maar elke keer als jij iets zegt dat onterecht is, en dat bepaal ik, want ik bepaal de regels, krijgt Mat die 5 seconden erbij. Oké, dan ben ik stil. Ja? Succes, Maarten. Mat, 3, 2, 1. Wat is mysterie? Rauw is raadsel, bankzitters, vakantiedinges, kindje breekt pols, Teletubby voetbalvideo, de eerste bankzitters voetbalvideo, de morning routine, minigolven, nu loop ik dood, nu heb ik geen idee wat ik moet zeggen, frikandellen eetwedstrijd, pubquiz, achter de schermen bij een bankzittersvideo, bankzitters gaan naar het Nederlands elftal, bankzitters gaan samenwonen. Ik weet het niet. Je doet het wel goed. Bankzitterverstoppertje bij het voetbalveld, bankzitterverstoppertje in de villa. Dat zijn er 16. Ah, dat vind ik goed. We zeggen dat ik op 14 kwam, maar oké. Okay. Ik heb geen idee op hoeveel je kwam. Nee, maar wij zijn het er geen series en toen wil je zeggen... Ja? Ja, maar dat mag toch gewoon. Jij zei geen series. Ja, maar ik mag niet 6 keer doen, maar ik heb maar één keer de serie.
Maar goed, het ja, is nu goed gedaan. Je was kijk, hoeveel punten krijgt hij nou? 4? Hij krijgt 1. Oké, omdat ik er 4 naast heb. Want anders is het onderwerp, als je dan... Ja, het ene onderwerp zijn dan... Het ene onderwerp is het andere niet. Wordt ook wel eens gezegd in deze... Ik snap dit wel echt goed. Het volgende onderwerp, Rob, jij mag beginnen met bieden. Stel, ik laat alles jou doen, dat is ook leuk. Ik had willekeurig deze dingen opgeschreven en er is één ding waar je goed in bent. Heb je de vorige aflevering ook laten zien, topografie. En het tweede onderwerp is inderdaad een topografisch onderwerpje. Dat zijn de Europese hoofdsteden. Ik wil eerst Europese landen doen, maar dat is wel makkelijk. Dus nu moet je dan per land de hoofdstad doen. 30 seconden de tijd. Wat is jouw bod? 11. 11 Europese hoofdsteden. 12. Ah, mommy, get the camera! Ik kan er wel overheen willen gaan, maar ik denk... Ga er overheen voor de kijkers, die willen jou aan het woord zien. Dan moet ik het? 13. Ja, of je gaat 14 bieden, wat jij wil. 13 is wel veel. Ah, fuck! Hey, kom op! Fuck it! Ga ervoor, joh. Ik kan mijn 13. Ga je makkelijk halen? 13 of ik moet? Ga je echt makkelijk halen. Oké. Kan wel. Oké, dan gaan we daar. Hoeveel landen zijn er? In 3... 2, 1. Londen, Brussel, Berlijn, Madrid, Parijs, dat is Rome, denk ik. Of Milaan, maar dat is Rome, dat is sowieso Rome. Amsterdam, Amsterdam, Kopenhagen, Helsinki, Oslo, Warschau, Boekarest, Praag. Dan ben ik al volgens mij, maar laat ik voor de zekerheid nog Stockholm. Stockholm zeg, ik was dat te denken. Dublin. Ja, op zich had ik Ik had er best wel veel. Ik had er nog wel meer te doen. Boekarest, Budapest. Boekarest had ik. Maar Budapest is... Athene, Istanbul. Dit is een woord, wat ik moet zeggen, dat was een zin of zo. Het scheelt echt veel, daar moet je ook rekening mee houden. Ja, klopt, maar het is wel twee. Je bent echt veel te ervaren hier, dat is echt niet eerlijk. Kijk, ik zit hier natuurlijk wel. Maar Rob had dat goed gedaan, dat was net binnen de tijd. Dus 14 was misschien ook... Nee, maar ik had een 100 in mijn hoofd. Oké. Dat had je wel moeten zeggen. 2-0 voor Robbie. Ja, maar wel even voor de comeback, oké. Deze past meer in Mattie's struik. Oké. Kale voetballers. Dus zaakjes ex-voetballers. En dan voornamelijk spelers... Ex-voetballers, hoe lang mag je terug? En spelers die dan net zo bekend zijn als... speler als coach. Dus Erik ten Hag telt bijvoorbeeld niet mee. Alfred Schreuder telt bijvoorbeeld niet mee. Want nee, maar het moet wel als speler kaal zijn, toch? Ja. Niet Guardiola, want die was niet kaal als speler. Nee, dat is later pas... Ik vind dit wel een beetje moeilijk, want ja, wanneer telt het en wanneer niet? Nou ja, spelers met een overduidelijke vleespet. Spelers met een overduidelijke vleespet. Ja, maar Jaap Stam is als coach bekender als speler. Laten we zeggen, ook een kort koppie, zeg maar, gewoon geschoren. Primia. Die heeft dat. Misschien wel, misschien niet, ga ik niet verklappen. Dit vind ik echt een. Ik ook. Echt een kut onderwerp. 1. Je mag toch bieden, of hoe werkt dat nou? Nee, je mag er maar 1 keer over in. Nee, je mag inderdaad bieden. Je mag eroverheen. 10. Ik heb hier ook een lijstje met voorbeelden staan, die kan ik dan achteraf opnoemen. Ja, ik heb het zijn dus ook ex-voetballers die. Ik denk dat ik echt wel 11 weet. 12. Hoe werkt dat? Ik mocht toch bieden, toch? Ja, ja. Zo werkt eigenlijk niet het spel. Nee, ja. Wel in mijn spel. Genoeg erover in de komst. 14. 14? Ja. 14? Succes. Ik dacht dat ik bij 12 van me wist. Dus 14, doe maar. Dat vind ik veel. Hey, daar heb ik je lekker omhoog geblufft. Ik had het nooit geweten. Ha! Oké. Wacht maar. Je hebt alle 10 seconden de tijd om even... Ja, ik heb geen idee. Nee, dat dacht ik ook. Geen idee. Nou, zet die tijd dan. Ja? Ja. 3, 2, 1... Wesley Sneijder, Arjen Robben, Johnny Heitinga, Willy Caballero, Ed de Goeie, Balmond, kut, Del Piero op zijn laatste kaartje, kutjes, ik heb geen idee, N'Golo Kanté, Lacouke, jawel, zeker kaal, Lacouke, Benzema, hartstikke kaal. Noemen ze een bekende vleespet. Kut! Oeh. Ja, verstand is genoeg. Ik had nu een lijstje met Zidane. Arjen Robben. Cambiasso, die was ook vrij kaal. Ik vond Willy Cavalero wel goed gevonden. Besef dat, denk je begint met Sneijder, Robben, wie zei daarna? Ik weet niet. En als vierde, Willy Cavalero. Zabaleta. Johnny Heitinga. Zabaleta, Pepe Reina, Sol Campbell is ook vrij kaal. Roberto Carlos was ook vrij kaal. Echt makkelijk. Carlos was ook wel aardig kaal. Bradley. Maar ik heb mijn eerste bot van 10 gehaald. Iniesta is ook vrij kaal. Trezeguet, vrij kaal. Fiera, vrij kaal. Ik kijk meer mensen met haar. Ja.
Goed, het staat 3-0 voor Robbie. Deze telt dubbel. Deze telt dubbel voor twee punten. Ja, dit is één, maar jij doet dubbel. Dit zijn mijn regels. Nee, dit is... hij keek even welk lijn. Ja, deze telt dubbel. Joh. Wel eentje die jij kan winnen. Nou, dit is eentje waar jullie ook allebei ervaring mee hebben. Want jullie hebben voor één van deze partijen gewerkt. Het zijn namelijk supermarktketens / groothandels. Die nog bestaan? Die op dit moment waar je iets kan kopen. Die nog bestaan, ja. Ja, maar weet ik niet super, een Super de Boer. Dit mag niet meer. Dat bestaat niet meer. C1000. Dat weet ik dus niet. Die had ik in mijn hoofd. Want jij zei, daar hebben jullie voor gewerkt. Daar heb ik voor gewerkt. Ja. 8. Succes. Maar groothandels mag ook, hè? Ja. Oké. Okay. Oh, kut. Dat zeg ik, supermarkt en groothandels. Ja, gaan we. Dan haal ik hem nog niet, hoor. Ja, maar dat is wel makkelijk, toch? Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ja? Ja? Ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, 2 punten. Maar 9 is moeilijk. 3, 2, 1. Appie Stacks, Albert Heijn, Jumbo, Sligro, De Macro, Co-op, Dirk, Bas, Diegros. Dat was 1 of dat was 3? 1. Dirk, Bas, Diegros, Vomag. is de Action? Nee, is geen supermarkt, hè? Dat is geen supermarkt. Plus, ik moet er nog 1. Volgens mij had je er 8, ja. Nee, 7. Zo is de Macro sowieso niet goed, dat is de Aro. Dat is de supermarkt van de Macro. Macro is goed. Nee, dat is de Aro. Het is de Aro. Kijk eens die bij de Aro werken. Oh, ik had het precies 8. Nee, het is de Aro. Het is de fucking Aro. Nee, het is de Macro. Aro. Je hebt Albert Heijn, Aldi, Bono. Oh, Aldi had ik niet eens. Aldi en Lidl. Co-op, die had je volgens mij Deen. De Deen. De Eco Plaza, de Hoogvliet. Jumbo had je hier volgens mij, ja. Lidl, Macro, Markt met een Q. Macro staat hier zelfs tussen. Ja, dat doet hij. Plus, nee, dat doet Wikipedia. Ja. Nee, het is Aro. Nee, de Aro! Macro is de supermarkt. Hij heeft er toch 7? Macro, groothandel, onderdeel van Metro AG. Die laatste vraag maar. Het staat 5-0 voor Robbie, want deze stelde voor 2 punten. Terwijl ik dat voor 5. Terwijl ik dan deze voor 6. Voor 6. Oké, 6. 7. Deze telt voor... 4.9. Oké. Okay. Het zijn televisiezenders. Wat is de favoriete televisiezender? 17. Van... maar is Fox Sports 1 is 1 ding, niet 1, 2, 3, 4, 17? In sommige situaties. Vraag me wel af welke situatie. Dat boeit me geen reet. Ik wil gewoon even... 17? Ja. Fuck it, 18. Okay. Oh, 18? Ik bedoel 18. 19. Oké, okay, let's go. Oké, okay, dan gaan we. Waarom doe je dit nou? 3, 2, 1. Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, RTL 4, RTL 5, Net 5, SBS 6, SBS 9, RTL 7, Net 8 bestaat ook, TMF, MTV, Comedy Central, 24 Kitchen, RTV Rijnmond, RTV Utrecht, RTV Omroep Friesland, TV Limburg, Fox Sport, Ziggo Sport, Eurosport, Sport 1, Film 1. Ja, dan ga ik dat zeggen, maar misschien zit ik er nog helemaal niet op. Nee joh. Jawel, alleen, 23. Alleen TMF telde niet. Nee, TMF kut, die zijn failliet. Red TMF, man. Yes, gewonnen! Dan nee, betekent het de uitslag 5 voor Robbie en 4.9 voor Mattie. Jammer. Dus ja, met 0.1. Feest dit, Bas. Kom je eraan? Bas. In ons hutshuis hebben we nog more way. Bas. Mensen, jij wordt heel bedankt voor het kijken. Rob, nog steeds de onbetwiste kamp. Je hebt het heel dik verloren. Had Koen wel een ronde gewonnen? Ja. We hadden echt 9 rondes of zo. Nee. Zelfs ook 6. 6. Maar dit was zo kansloos dat ik ook denk dat de kijkers daar eigenlijk al vrij snel gewoon denken van laten we het Mattie besparen voor een afgang. Dan had ik ook 4.9 gedaan, want ik ga Rob natuurlijk maar ik heb toch die laatste ga Rob niet beroven van zijn overwinning. Die laatste ronde was echt goed. Heb je wel zeg maar, je zat onder de grond en nu sta je wel weer op level. De dignity. Jij wordt heel bedankt voor het kijken. Blijf even stop. Zijn vergeten in de reacties achter te laten tegen wie Rob de volgende keer moet strijden. Geen Bas of zo. Dat lijkt me wel leuk. Krijg je even betaald per aflevering? Ja, ik heb hier een goede deal gemaakt. Maar ik zit hier nog wel een aflevering of 10. Dat vind ik een grootspraak. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ik wil volgende keer echt een opkomstnummer. Volgende keer, ik ga een opkomstnummer.